What's up, guys? Welkom terug bij onze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Chief. En ja, zoals jullie zien, is Don vandaag niet aanwezig vanwege bijzondere omstandigheden. Maar ik heb vandaag mijn moeder gebracht. Ma, hallo. Zeg hallo. Hallo. Odi Odi en Soso Lobby. Vandaag gaan we naar een besnedenisfeest. En ja, bij een besnedenisfeest, ma. Een Javaanse besnedenisfeest, ja. Gebeurt er heel veel, hè? Ja, je hebt, echt waar. Onder andere een slammetan, dat is een ceremoniële feestmaaltijd. Mm-hmm. Ja, toch maar. En we brengen jullie mee, zodat jullie zelf kunnen zien wat er allemaal afspeelt tijdens een Javaanse besnedenisfeest. Ja, toch maar? Ja, en dit is de vooravond ervan. Ja, dit is de eerste vooravond. Let's go, guys! Let's go! We zijn momenteel met de ouders van de jongens die zullen besneden. En uw naam is? Mike Carcerejo. Didi Carcerejo. Hoe oud zijn de jongens? Ik heb eentje van 7 en eentje van 4 jaar. Wat is de reden van de besnedenis van uw twee zonen? De reden is omdat we het traditioneel nog willen behouden en volgens het
het traditionele geloof. Dus Kajanapi mocht. Dus Kajanapi Ibrahim. Dus het was bij hem ontdekt. En dus. Zo hadden ze dan het verder gebracht. Volgens het traditionele geloof. Hoe zien de jongens er tegenop om besneden te worden? Waren ze zenuwachtig of juist enthousiast? We hadden eerst gevraagd en dan eerst waren ze dan twijfelachtig, maar we hebben zo dan losgelaten en die jongens hadden dan zichzelf dan gezet en ze hebben dan gevraagd om papa, ik wil toch gaan besneden. Dus zodoende hebben we de stap genomen om dit als traditioneel te bouwen. Hoe is de voorbereiding tot nu toe geweest en voor morgen? Voorbereidingen? Boy, echt zwaar. Dan moet ik even naar mijn vrouw kijken. Ze heeft alles dit in elkaar gestuurd. Dus, ja, in elkaar gestuurd. En ja, dus dankzij haar. Okay. Haar hebben we dan dit zo groot mogen houden. Okay. Zoals jullie weten is dit de eerste dag van het besnedenisfeest. Kunt u in het kort samenvatten hoe u het heeft ervaren? Hoe vond u het tot nu toe? Nou ja, een stukje blij. Ook emotioneel en ook vermoeidheid ook. Maar, dus je bent een beetje vermoeid? Ja, dus dan mogen we niet klagen. We hebben het gedaan. Als traditioneel geloof en het cultuur dan zo blijven behouden. Ja. Weet u hoe laat de jongens waren besneden? We hebben afspraak gemaakt met de dokter 6 uur in de ochtend. Ja. En door wie wordt de besnedenis verricht? Hij wordt besneden door dokter Suro. Ja. Als laatste vraag, hoe kijkt u als ouder morgen na de grote dag? Nou ja, dat als ik had gezegd. Je zit met een vrees, je zit met ook een stukje emotioneel, maar we moeten toch dan blijven positief denken. Ja. Yes. Oké, hartelijk dank voor het willen meedoen aan het interview, of mogen afleggen van het interview. En wij wensen de jongens morgen heel veel succes toe met de besnedenis. En ook natuurlijk spoedig herstel. Yes. En ook dat de besnedenis morgen succesvol mag verlopen. Dankjewel voor het interview van ons. En het wensen voor de jongens morgen sterkte en beterschap aan hen toe. Yes, all the best. Mag ik ook de jongens vragen of ze enthousiast zijn of zijn ze blij? Of ze... ben je blij, Lee, dat je morgen zal besneden? Ik ben blij. Je bent blij? Ja, oom. En jij, ben je ook blij dat je morgen zal besneden? Ja. Okay. Is goed. All the best. En... ik hoop dat morgen een geslaagde dag zal zijn. Ja, dankjewel. Yes. Mater kusoon. Is goed, ja. Wetenschap, ja. Is goed. Ook succes morgen. Yes. We zijn nu met de heer Rudy. Hij is de grootvader van de jongens. En ik zal hem dus vragen wat die lalaar precies inhoudt. Pa Rudy, wat houdt die lalaar precies in? Lalaar, tjatsanimo, ze gaan besneden toch? Dat is hun lichaam reinigen. Dat houdt in reinigen van het lichaam. Ja. Kunt u ons uitleggen wat er allemaal in zo'n lalaar zit, behalve dus kunir? Je hebt ras met kleursel en een paar gebedjes. Dat is alles. Ja. Dus ik denk dat er gebeden wordt voor dat de besnedenis een geslaagde activiteit mag zijn. Ja. Oké. En ik heb ook vaak gezien dat de jongens ook gele rijst eten. Wat is dat stukje precies van gele rijst? Gele rijst, dat is... gele rijst eigenlijk voor... zijn voor die goden eigenlijk. En dat wordt gegeten door de jongens. Ja, ja. Dus, het is een soort heilsmaaltijd. Ja.
Ja, jullie hebben het gezien. Ik had namelijk dat stukje van Lalaar gemist. Vanwege viel in het verkeer. Maar we hebben het goed opgevangen door te vragen wat het precies inhoudt. Matrikuswanta. Oké, ja. Zo, dit was de eerste avond van het besnedenisfeest. Maar hoe vond je het vandaag? Heel geslaagd. Heel geslaagd. Voor de eerste dag? Ja, voor de eerste dag, ja. Ik ben heel blij dat de ouders open waren om antwoord te geven op de gestelde vragen. Mm-hmm. Yes, de kinderen waren ook enthousiast. Hè? Ik zie blije gezichten. Dus ze zijn morgen helemaal ready om besneden te worden. Helemaal. Yes. Voor uw gezicht de rol. Ja, zo voor uw gezicht. We zijn heel liefdevol ontvangen, heel gastvrij. En daar zijn we dankbaar voor. En voor hun liefdevolle medewerking. Yes. Zo zeggen van, ik zeg gedag. En ik een avond verder. Stop lekker, we zien jullie dan morgen, het vervolg ervan. Tot ciao, morgen. Ciao. Ojo woti. No infectie. Alleen koti meti. Goedenavond, guys. Het is vandaag dag 2 van het besnijdenisfeest. Ik heb mijn moeder afgezet omdat er geen parkeerplaats voorin is. De besnijdenis is reeds verricht vanmorgen. En ik ga jullie meenemen om wat enkele sfeerbeelden te wezen. Let's go, guys! So guys, zo ziet mijn Porsche eruit. Je ziet daar Bami, er zit ook Gudangan erin, Hilarijs, Kousenband, Arapasambal. Dit heet Pachitan. Pachitan is niets anders dan lekkers in het Japans. Er zit appam erin, ik geloof samosa, kroket, pinda en die bruine is. Maar hoe je die bruine weer? Die bruine, was even vergeten, watje en lapis. Dit is chips, cassava chips en brum brum. Mama weet het niet. Nee, ik heb afspraak nu. Afspraak met wie? Met mijn vriend. Met je vriend? Ja. Papa. Je gaat hem straks zien. Hij is echt mooi, Prins. Hij is echt mooi. Hij is echt sixpack. Hij werkt bij staatsolie. Ja! Jawel! Maar sinds wanneer heb je een vriend? Papa, Maar sinds wanneer heb je een vriend? Alarm! Maar ik heb niemand verteld, Prins. Moka Sifian vriend, bo. Sifian? Ja. Moka ik een vriend, bo. Ra! Oh, mau kan nerbang lah, dan, so. Ya, gundal kandang, main tubuh. Ya, listen, no. My friend comes straks. Oh? Ya, ik heb astrak met hem. Mas, it's wonder, heb je een vriend? Je hebt nooit mee gezegd. Ja, is mooi en waar. Ik had al lang een vriend, maar ik heb niemand verteld, please. Jij hebt speciaal in wie? Maar wie is het toestemming gegeven? Hoe bedoel je toestemming? Ja, ik moet dat weer. Ik wil een vriend. Maar je moet altijd overstemmen met die, ja, die ik. Ja, maar daarom zeg ik je nu toch, bo. Je moet naar me luisteren. Oké. Maar hoe zit jij ongeveer een rijpa? Slank. Sixpack. Ja. Dat
Ivan vraagt, Rana Mora Witto, wat zeg je? Je bedoelt Laura. Laura, wat is een Laura? Je Laura is beter dan ik. Laura, Laura is toch dit, is in Indonesië toch Rana Mora Witto Ora. Witto Ora. Ja, ik wil dat ik een beetje. Daar als je naar Nederland gaat, ik wil dat Roos zeggen, hoe noemen ze zo iemand? Ik wil, ja. Transgender. Transgender. Ja. Dat ik wil naar Amerika. Ladyboy. Ladyboy. Oké, okay, in Indonesië. Laura. Oh ja, Laura, zo net. Ja. Oh, en dan Barbados. Antiman. Antiman. Ja. Ja. Oké, okay, en Trinidad. Batiman. Nog een wat? Ja, Coco B. Kan je niet goed aha. Batman. Batman, ik wil een tekenfilm dan. Kia, neem goed aan jou, Batman. Je bent echt een serieus boy. Ja. Oké, dan neem Suriname. Batman. Wie is Batman? Batman. Neem Suriname. Rahul. Rahul. Apa? Roberto. Mijn tangannya kakak kapel. Ja. Aha. Maar luister nou, please. Oké. Okay. Ik heb mijn porten niet gelaten. Dan wat moet ik doen? Je moet het van me gaan nemen. Want als je lekkers wil, moet ik kopen voor je. Daar zo ver moet ik lopen. Ga even, dan was even op de hoek toch. Dan waar heb je het gestemd? Ik heb het even dagens in mijn klerenkast beneden, je weet toch? Nee, ik wil niet gaan naar beneden. Waarom? Maar. Waarom? Een week geleden heb je een hele maand lang een onderbroek aangetrokken. Ik had je koning wat lust op kijken. Ik kopra he, tangan orang ngerti. Ik kopra cahayu. Cahayu memperai bayang wano. Kada dikerik ini tikus. Kamu tak ngedarkan. Jadi di vrouw? Terwijl de vrouw schrijft iets te toeren. Nee, tuurlijk niet. Nee. Zijn allemaal nette vrouwen, zie je niet. Zijn allemaal nette vrouwen. Nette vrouwen? Ja. Zie je, rijuren zijn de lokken die ik kost, kan ook geel. Rijuren geel, ik heb die plera. Rijuren, hij loopt je zo aan de meisje. Volta, je trap je. Maar is goed, ik ga. Ga je even nemen? Ja, ik ga. Oké. Okay. En doe sneller. Maar je vrouw gaat komen. Hij gaat komen. Je moet kennis laten maken voor jou. Ja, zeker. Okay. En doe sneller, ik wacht al zo lang hoor. Hai Baya, Zita. Ik heb afspraak met een vriend, weet je. Ik ben echt benieuwd. Ik ben echt verliefd. Echt verliefd. Nooit ben ik zo verliefd geraakt op iemand. Echt. Ik ga even wachten, weet je. Nee, hij is al hier. Stop. Oh, hij is al hier. Hij is al hier. Dan laat me echt smaken, man. Echt al hier. Ja. Oké, even. Oké. Nee. Niet zin in een film, no. Nee. Kom eens naar binnen. Alleen maar probleem. Even hoor. Doe maar joh. Flex het maar. Ik zeg aan mensen. If you like me. Dit zijn niet zo tekenen. B. Maar trouwens, dan moest dat niet. Ja. B. Luister even. Ja, papi. Ik ben met mijn zusje hier zo. Wat? Mijn zusje. Wat? Mijn zusje. Wat is je zusje? Ze is hier zo. Is dat niet? Mag ik verkennis. Doe nou jo. Mag ik verkennis. Maar je moet geen handje geven. Gewoon daar. Ik ben ja, waarom? Gewoon daar. Doe een beschaf. Nee, gewoon zo. Ik zeg je. Oké, okay, ja. Waar is hij? Naar de tijd. Hallo, Paramaribo! Maar praat met dat die bisu! Hé! Hé, joh! Hij is je vriend! Hij is mijn vriend! Tanane, ik wil... Wat zou ik ook? Hij is mijn vriend! Ja, wat is dat? Serieus? Ja! Hij is je vriend! Wie is je vriend dan? Hé! Nee! Vraag hem! Vraag hem wie is jouw vriend dan? Ja. Vraag hem wie is hij van mij? Nee, wie is er van jou? Maar waarom kom je hier? Vraag hem wie is hij van mij? Hij is toch jouw vriend? Vraag hem wie is hij van mij? Nee. Wie ben jij van haar? Ken je kinderen? Ken je zusje ook? Nee, is mijn tante. Ze komt van Janto! Hey! Laat het al die tech, Jan! Ja! Dat al die tech, Iwan Tech, toekam in Wante! Janto! Je kent hem!
Rio, hij is mijn vriend ook hoor. Wat? Ik al 5 maanden ben ik met Janko. Janko! Janko! Wat hoor ik hier, Janko? Wie ben je vandaag? Ik ben mijn zus. Janko! Ik zoek lekker Wana. Alek Wana dit zaak. Begin te vertellen. Wie is hij van jou? Janko, wie is zij van jou? Janko, wat dan Janko? Halleluja! Halleluja! Janko, ik raad ze niet aan jou, Jan. Ik raad ze niet aan jou, Jan. Vertel, wie is zij van jou? Wie ben jij van mij? Janko, kan je het vertellen? Wie ben jij van mij? En wie jij bent van haar? Haar van wie jij bent ik? Van wie ben jij van jou? Zij is mijn zus, jij bent mijn vriend. In de naam van de Vader en de Heilige Weg naar de Messie. Ja toch, ik ga maar weg, hè? Ja toch, kom hier. Ja toch, ja toch, je bent van mij, hè? Je bent van mij. Begin maar te vertellen wie Safa is. Wacht, ik wil passen. You take you, now get stand it here. Oh, no, get out of the room. Janko, aku cakap sembrono lo ya. Dan aku tek, nanti rasa je si itu. Ya tapi no ab noang friend den, noang pro. Lain apa mu ki? Jullie maken me stress! Allemaal broer is gezakt! Man! Janko! Altijd is je nog bij mijn zusje, Janko! Ik weet! Je laat me ook mijn broertje wakker! Hij slaapt nog! Nee, is hij wakker! Ga slapen hoor! Ga slapen! Er is 2 hagedis gekomen! Janko, ik laat je niet, Janko! Hoe geloofwaardig moet je zijn, Jan? Nee, ik heb niet gezegd. Kom hier. Janto, luister. Janto, naar vandaag. Kom hier. Janto. Janto, kom hier. Oeh, verjaardag. Janto, kom hier. Kom hier. Janto. Ik zit in de pet. Hoe dit? Wie moet me daaruit halen? Mijn voet. Luister. Ga daar. Je wil bij me zus? Ga. Luister, joh. Ik ga nu naar huis. Mie pressen. Mie nog een vind oma met die daar zo jij. Luister. Ik ga nu naar mama. Ik ga alles vertellen. Je bent geleverd. En jij. Hey. Heb je nooit deze niet gehoord? Als je wil weg, ga weg. Mooi zo Jan. Je kan kiezen straat, joh. Ga weg, toch maar kom weg. Maar één voorwaarde, Jan. No bel me, no sms me, no app me, hè. Ga je blokken. En koe, je bent geleverd. Moeilijk, hè, ja? Je bent geleverd. Nieuwe wet. Aan kon aan worden. Kapsalon. De lepokken mensen. Mevrouw, ik wil mijn haren maken. Ja. De lepokken aan rijstkoeken. Boy, als ik niet goed opletten mensen. Maar dan raam ik weer kop voor. Ik ruik naar iets, hè. Maar mevrouw, ik ruik iets. Omdat jij je pas een paar door maar ben naar mensen kop voor. Dus daar kunnen we een boutique, maar een ponga. Mevrouw, ik wil een blouse die kater aan mijn baas. Amor je dat? Ja, mensen. Akkoord, dat is een blouse in het beste boy.
7 uur mag ze aan je mensen. De hele dag pech. Maar dan papa, en dan gaan we naar de nieuwe wedstrijd. Wat is een Javaans feestje zonder soto? Jawel, een soto is altijd onmisbaar op een Javaans feest. Hier zie je mijn sambal, mijn peper. Ik kan echt geen soto eten zonder peper. Ja, ik zet voldoende peper in mijn soep. En dit kan je zien als de afsluitertje op elk Javaans feest. Yes. So guys, we moeten deze video afsluiten. Ik ben wel moe. Het is nu, ik geloof, 2:15 in de ochtend. Als we de tweede dag van het besnijdenisfeest mogen samenvatten, mag ik ook weer zeggen dat het succesvol was. Ja, toch maar? Ja, het is heel succesvol. En ja, de avond begon met het geven van de sumbangan. De sumbangan is dus een envelop met geld. Die we dus geven aan de jongens. Die hebben gegeven aan de jongens die zijn besneden. En ja, dat is Rechaki, zegen. Verder hebben jullie mogen genieten van de cabaretgroep Taman Hiburan. Ze komen helemaal vanuit Taman Regio. Kamowena. Ze zijn heel erg gezellig. Ik heb genoten van ze. Trouwens, ik hoop dat jullie ook genoten hebben van Taman Hiburan. En niet te vergeten, die overheerlijke sautoma. En ja, overal, okay. Het eten was heerlijk. Ja. Ja, mensen van het district Wanica koken lekker, hè? Ja, vooral van Hattemweg, shout-out, jullie koken lekker. Ik heb genoten, vooral die bami en hele reis. Manta was echt heerlijk. Yes, okay. Maar heeft u nog iets te zeggen? In het bijzonder de ouders die zo gastvrij waren. Ik wil namens mijn zoon dag zeggen aan iedereen en in het bijzonder de ouders van de jongens die zijn besneden. Ja. Want ze hebben ons beide dagen heel liefdevol ontvangen. Heel gastvrij, de sfeer was liefdevol, lachende gezichten. Het was goed georganiseerd. Men let erop van dat iedereen goed voorzien is. Mm-hmm. En dat men een stoel heeft om erop te zitten. En ook wel een tafel. En het was echt heel mooi, heel prachtig. Ik zou zeggen, Jean-Paul voor hun. Echt een big up, weet je. En ik denk ook dat jullie ook hebben genoten. Het cabaret was ook toppie. Iedereen heeft genoten, we hebben flink gelachen. Weet je, we hebben ook flink meegedaan om de sfeer te verhogen. En waarop dan de cabaret zelf erop heeft ingespeeld. Dat jullie ook wel hebben gezien tijdens de videoopname die zijn gemaakt. Ja, het zijn korte fragmenten. Ja, het zijn kleine korte fragmenten. Ja. Het duurde heel lang, dus we konden dan in één keer alles wijzen. Dus we hebben gemeen om hele fragmenten te wijzen waar jullie toch wel kunnen genieten. Van wat er gaande was, wat er heeft afgespeeld tijdens dat feest. Ik zou zeggen van slaap lekker en tot de volgende keer. En nog iets aan de jongens, die zijn besneden wil ik zeggen. Doen jullie best op school, wat is in de maatschappij? Mm-hmm. Ik weet sowieso dat jullie ouders nu al trots op jullie zijn. Yes? Oké. Don't forget to like, share en subscribe. Ciao! Ciao, doei!